Hoi allemaal! Vandaag is het tijd voor een extra video. Nou ja, voor als je het nog niet hebt gezien, ik heb laatst een mededeling gedaan waarin ik vertelde dat ik me ga richten op wat minder video's en wat meer kwaliteit. En de kwaliteit gaat dan vooral voor de vlogs, dat ik daar gewoon een beetje leuk mijn creativiteit in kwijt kan. Sorry voor het geknabbel, mittens vindt de tas van de shop nog wel leuk. Maar ik wil gewoon kwaliteit over kwantiteit. Daar komt het een beetje op neer. Ik ga dus minder video's posten. In ieder geval komt er elke week een vlog online. En ik probeer elke woensdag een extra video. Maar of dat lukt, weet ik niet. Vandaar dat hij ook extra heet en niet standaard. Maar de extra video van vandaag is een shopvlog. En laten we maar snel beginnen. Ik ben net wezen shoppen. Ik ben echt helemaal gestoofd. We zijn om 12 uur vertrokken en ik was om 5:15 thuis. Maar het leek me desalniettemin leuk om meteen eventjes mijn aankopen met je te delen. Ik weet nog niet helemaal of ik aanbeelden ga doen, want eigenlijk zie je bijna alles wat ik heb gekocht. Zie je in mijn vlog, zie je daar aanbeelden van. Maar misschien dat ik het morgen nog red om het even op te nemen. Maar we gaan voor nu gewoon beginnen. Of misschien zo meteen nog wel, het is op zich nog licht. Laten we maar gewoon beginnen met het eerste. En dat is van de Mango. En dat is een broek. Ik koop eigenlijk nooit broeken bij Mango. Maar nou, nu wel. Dus. Ik zag hem bij iemand anders die voor mij stond in de rij bij de paskamer. Dus dacht ik, oh, dat vind ik een hele leuke broek. Het is deze broek. Het is een lichte jeans met een klein beetje distressed stukjes. Maar niet heel erg. En dan aan de onderkant zijn de pijpen afgeknipt. En dit is de achterkant. Zo. En ik heb één broek van Mango, die ik op zich wel heel fijn vind. Maar eigenlijk koop ik er nooit broeken, maar deze vond ik wel leuk. De Skinny Cropped. En alles had ik natuurlijk met korting. En volgens mij bij de Mango dus ook nog extra korting. Even kijken. Ja, ik had bij de Mango 25% korting. En de broek was dus nu €26. Maar ik vind meestal lichte broeken, zeg maar, vind ik de kleur niet zo mooi. En deze kleur vond ik wel mooi. En ik vond dit ook wel leuk. Dus, nou, ik heb deze omgevouwen. Maar ik wacht even kijken hoe het staat. Dit vindt de zak heel interessant. Als je denkt, wat dit hier en wie tens. Dus deze. Musli en granola. Dan waren we bij de Hennis. Nou, eigenlijk waren we daar als laatste. Daar hadden we het ook bovenop. En daar kocht ik een aantal leuke dingen. Als eerste dit blouseje. Deze. Dit is een blauw-wit gestreept blouseje. En het is gewoon zo'n heel lekker luchtig, dun katoen of zo blouseje. Beetje doorschijnend. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Ik had er twee. In de ene had een net iets donkere streepje. Ik was een beetje in twijfel, maar dat zie je ook wel in de vlog. Ik was een beetje in twijfel, maar deze zat net iets mooier en was de helft van dat bedrag. Want deze was €10 en die andere 20. En hier ging dan ook natuurlijk nog 20% korting af. Maar ja, deze vond ik heel erg leuk en daar ben ik heel blij van. En toen zag ik ook nog deze, en dat is ook leuk in combinatie. Deze hot pants, zoals ze hem noemen. En ik koop dit altijd in een mega grote maat, want ik vind het nooit mooi als dit soort broekjes aangesloten zitten. Ik vind het leuk als het een beetje baggy zit. En dit is een maat 42 zelfs. Nou, dat is echt groot voor mij. Want normaal gesproken heb ik maat 36 en van sommige broeken maat 38. En sommige broeken ook maat 34 trouwens, maar in principe 36. Dus ja, ik koop dit gewoon echt ruim. Dat vind ik mooi. Dan zit hij wat langer. Want ik wil niet dat het te kort zit, zeg maar. Ik wil ook niet, als ik buk om Niels op te pakken, dat je meteen mijn billen ziet, zeg maar. Maar ik vond hem eigenlijk wel heel leuk. Gewoon een beetje distressed, maar ook niet too much. En dan dit is de achterkant. Ik heb een 40, nou 42. Meestal doe ik al 40, maar blijkbaar nu een 42. En dan nog een soort sportbroek. Want ik heb een beetje een sportbroeken dilemmaatje de hele tijd. Vind ik het allemaal net niet. Wat ik heb, de ene zit te los, de andere zit te strak, zit een beetje zo in between maten. Maar deze vond ik wel fijn. En dit is eigenlijk, dit is van de Conscious of zo collectie, Organic Cotton, van dat log, dat waar ik eigenlijk nooit iets van koop. Maar dit is gewoon een soort huisbroek, denk ik. Maar het is gewoon een legging, een beetje gemalleerd zoals je ziet, grijs.
En het is gewoon een heel lekker spul. En ik dacht, voor de Zumba is dit wel lekker. Voor andere sporten gebruik ik wel echt die sportbroeken van de Hennes. Of van een ander merk, van de Bershka of zo. Maar ja, deze vond ik wel heel fijn eigenlijk. En ik dacht, die kan ik ook nog lekker thuis aan. Want het zit echt heerlijk. Dan nog even voor Niels wat dingetjes tussendoor. Want die was ook bij de Hennes. Dit shirtje vond ik echt heel schattig. Zo. Met, het is een beetje grijs gemeleerd. Of een beetje beige, wat is het? Met omgeslagen mouwtjes, korte mouwtjes. En dan zat er olifantje op en een palmboompje. En een krokodilletje, weet ik het niet. Deze was 5 euro. Want het is bij het kinderdagverblijf tegenwoordig best wel vaak heel warm binnen. En Niels is best wel een warmbloedig typeje. Dus ik dacht, het is wel lekker als hij gewoon... Dan kan ik dat als het niet heel... Als het een beetje zo van de twijfelachtige weer is... Dan doe ik gewoon zijn t-shirtje in zijn rugzakje. En dan als het te warm is, kan hij zo dat aantrekken. En deze vond ik zo schattig. Dit is een joggingbroekje. Maar dit is toch heel cool. Ik vond het echt heel poepig. En ja, ik dacht, dit is leuk. En het is ook, ja, weet je, soms is het ineens heel warm. En dan heeft hij natuurlijk alleen nog maar winterkleren. En als laatste voor hem dit broekje. Zo'n chinootje, een groene. Dit vond ik ook wel cool met van die opgerolde pijpjes. En ik zoek vooral, meestal, dit is weer, kijk hier midden. Meestal doen we hem jongbroekjes aan. Maar omdat hij nu loopt, vind ik het op zich ook wel weer. Kan hij ook wel weer gewone broekjes aan. Ik vond toen hij nog wat kleiner was, als hij, zeg maar, toen hij lag, was het niet erg. Maar toen hij ging kruipen, toen vond ik het echt een beetje. Zo'n spijkerbroekje leek me wel een soort van marteling. Ik vind, bedoel, als ik over de grond kruip, vind ik het ook niet heel relaxed om een strakke spijkerbroek aan te hebben. Dus nou, ik voel dan wel steeds of het een beetje comfortabel speel is. En dat heb ik nu eigenlijk nog steeds. Gewoon moet wel een beetje lekker zitten. Maar deze vond ik wel leuk. En ook lekker makkelijk met. Met elastiek. Dan, Mits mag ik even bij. Hij is ook nog nooit zeggen. Ik heb die mensen al heel lang niet gezien. Hallo. Hallo mensen. Dit is Mits en Sam. Mits is altijd heel blij als Niels er niet is. Dat is helemaal een element. Ben je op me kwijlen, Mittens? Van genot. Goed. Ik ga even hierin, Mittens. Ik moet hier even zijn. Dan... kocht ik dit shirtje. En ik twijfel, want ik denk dat een collegaatje van mij hem heeft. Nou is dat niet heel dramatisch, maar dan moeten we wel zorgen dat we hem niet tegelijk aan hebben. En dat is dit shirtje van de Only. Er was geen S meer, dus ik heb een M genomen. Valt wel op zich wel ruim, maar ik vond het ook wel weer leuk. Het is groen met gouden sterretjes. En dan heeft het driekwart mouwtje strak en verder is hij een beetje los. En aan de achterkant wat langer. Maar ja, dit vind ik echt heerlijke shirts. En het is gewoon makkelijk voor naar. Ik had sowieso een beetje een groene dag vandaag. Vind ik ook gewoon lekker makkelijk voor naar het werk. Maar ook gewoon lekker in en om het huis. En dan. Oh, ik vergeet helemaal prijzen te noemen. Wacht. Oh, oké. Okay. Ik had het blouseje gezegd. De broek die was normaal 20. Ging dus ook 20% van af. Die sportbroek was... 15 euro, ging ook 20% vanaf. En bij Niels, dit shirtje was 5 euro. Dit joggingbroekje was een tientje. En die chino was 12,99. En dit shirtje was, en dat allemaal min 20%, maar dat kun je wel uitrekenen. Deze was 27 euro. Jamina. Nou, deze dus. Even nog over nadenken. Voor zo'n heel simpel shirtje, maar goed. Dan deze, die vond ik echt heel leuk. Dit is een jas. Groen, wat ik al zei, groen het thema was. En dit is een beetje, ja, het is een groene kleur. En het is een beetje, ja, ik kan niet goed omschrijven wat het verspild is. Maar wat ik heb, als het regent wil ik een capuchon op. Dat vind ik handig. En dan doe ik de paraplu, zeg maar, over mijn fietsstuur leggen. En dan heb je dus... Zowel droog gezicht als droog broek. Vind ik altijd heel fijn. En ik heb eigenlijk een... Ik mis eigenlijk een winterjas met capuchon. Maar ik mis ook een beetje een... Ja, ik heb wel een tussenjas. Maar die vind ik A, niet mooi. Hoe die zit, zeg maar. Vroeger vond ik hem wel mooi zitten. Maar ik heb hem echt al heel lang. Echt al jaren. Maar ik moet dus... Dus eigenlijk midden is een beetje. Maar ja, ik weet niet. Ik vind hem gewoon niet zo mooi. En dan heb ik nog echt een zomerjasje met een capuchon. Maar ik mis nog iets ertussenin. Omdat ik die ene dus niet zo mooi vind. En dat is deze geworden. Ik vind hem echt heel leuk. Nou, je zal hem nog wel aanzien.
Maar ik word er heel blij van. En deze was 30 euro. Daar ging dus ook weer 20% van af. Nou, en als laatste, het is wel geen kleding, maar ze hebben ook altijd... bij de Rituals... doe het ook altijd mee met de Glamour Day. En nou, dan haal ik altijd mijn geliefde Rituals of Dow. En dan de Balancing Foaming Shower Gel. En de Calming Shower Oil. Ach, dit vind ik heerlijk. Ja, ik vind het dus naar koekjes ruiken. Ik weet dat heel veel mensen deze mening niet delen. Maar ik vind het naar koekjes ruiken. En dat is het. Ook groen. En dat is alles wat ik kocht. Ik hoop dat jullie de shopblog leuk vonden. Ik ben echt gebroken. Ik ga nu... Nou, misschien dat ik toch nog even de aanbeelden ga filmen. En dan ga ik lekker op de bank ploffen. En niks meer doen. Vanavond gewoon zit eten met Sven. Want Niels is bij opa en oma. Dus wordt een lekker avondje. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!